wilde paardenkastanje moet je in de lente mijn bloemen komen bewonderen. Ik sta al vol met schitterende rechtopstaande gevulde toortsen van wel 20 centimeter hoog. In het jaar voor België werd gesticht, in 1829, werd in Verviers een muziekvereniging opgericht. Die had zo'n succes dat ze in 1832 een terrein kon kopen langs de oevers van de Vester, een prachtig stuk grond dat werd omgetoverd tot een muziekpark, het Parc de l'Harmonie. Om er muziek te kunnen spelen, bouwde men een fijne kiosk waar, zoals je kan zien, ik niet ver van sta. Zo ben ik dus heel muzikaal opgegroeid. Dat kunnen weinige kastanjebomen zeggen. Wanneer je naar Verviers komt, rust dan zeker even uit in de schaduw van mijn weids gebladerte. Ik zal je muziek laten horen uit vervlogen eeuwen. Wallonie2008.be